hier op de Keizersgracht, midden in Amsterdam, voor het Zuid-Afrika-huis. Hierachter zijn ze druk bezig met de organisatie van het festival voor het Afrikaans. Ik ben zelf dol op Afrikaans. Ik vind het baaien mooi. En ik mag een van de ambassadeurs zijn van dit festival. Op 22 en 23 september komen er een heleboel artiesten. Een heleboel mensen die poëzie schrijven. Allemaal uit Zuid-Afrika, maar ook uit Nederland en Vlaanderen. En wat ik zo ontzettend leuk vind is zondagavond. Zondagavond is de wasgoedlijn. En als je bijvoorbeeld niet tijd hebt om het hele weekend te komen, ga dan vooral naar de wasgoedlijn. Dan zie je een heleboel artiesten die samen muziek maken. De wasgoedlijn is een concept van Riku Letty. Die zegt, er kan altijd nog een kledingstuk bij aan de wasgoedlijn. En het is niet in glitter en glamour. Het zijn geen avondjurken. Er hangen gewoon t-shirts en spijkerbroeken. En iedereen kan met ons muziek maken. Je ziet dus daar ook Laurika Rauch en Loki Rotman en Gert Vlognel. En een heleboel andere muzikanten die uit Zuid-Afrika komen. En die maken ook weer muziek met muzikanten uit Nederland en Vlaanderen. Dus dat is op 23 september, 's avonds om 8 uur, de Wasgoedlijn. Ik hoop jullie te zien.